Oké, ik ga niet tegen. Dan zijn Mark en Ian met een nieuwe episode van Fortnite. En we gaan eens kijken Hallo. Als we weer lekker kunnen winnen. Kijk eens hoe ver de cirkel is. Oh god. Nou, het is te doen. Het is te halen. Als we op tijd weggaan. Inderdaad. En we hebben ook nog een buis die er is. Ja, dat is dus de reden waarom we het dus kunnen halen. Dus daarom kunnen wij nog wel iets doen. Yep. Hey, shotgun. Ik heb ook iets van een lange afstandswapen. Tactical submachine gun. Ik heb ook een shotgun. En een ijsje. IJsje? Hier liggen allemaal ijsjes. Wat kun je daarmee dan? Ja, die kun je consumeren en dan krijg je waarschijnlijk levens erbij. Oké, in principe heb ik eigenlijk alleen nog een sniper rifle nodig en dan ben ik al voldoende op weg. Ik heb echt vooral ammo nodig. Zoek naar, oh god. Het werd alweer heel donker bij mij, op een of andere manier. Zoek naar ammo boxen zou ik zeggen en dan werkt het vanzelf. Nou ja, niet altijd. Nou ja, het geeft je wel ammo. Dat is wow, wat je wil. Net als portals. Waar liggen hier overal van die ijs? Ik heb een snipey snipe. Nice. Even een shoot potion drinken, is van challenge. Volgens dit. Mij. Oeh, gauw een shotgun. Graag. Oh, ik lig niet op het dak. Kijk, crap. Nee. Dit dan. Maar alleen dus één ding, dat we zo meteen wel weg moeten hier. Dat denk ik ook. Nou, ik ga onder... niet waar ik ben. Ik ga maar eens onderweg. Denk ik. Ik weet niet hoe ver de stal van ons is. Ik wil op tab drukken. Dat zag ik. Ik heb toch geen sniper, maar dan moet ik het dan mee doen. Ik heb wel een sniper, dus. Ik vlieg jou achterna. Ja, doe maar. Ik ga ervan uit dat jij een goede route weet. Ja, we moeten even door die andere buis. Die is. Zo bedoel je. Ik heb niet. Padblok. En welke kant op? Die kant, ja. Dacht ik al. Daar zijn we toch zo. Het is maar even vliegen, jongen. Hallo. Oh, jij vliegt achter mij. Bij ons. Maar je kunt ook niemand bezetten of zo. Nee, dat klopt. Ah, we zijn er ook al zo. Is het tunnels helpen op zich best wel goed eigenlijk? Inderdaad. Je maakt best wel wat snelheid. Je gaat eruit. Maar ik de rest lopen. Oh, die vertrouwt denk ik niet vanwege de storm. Ik ga op zich best wel dichtbij in de buurt van de storm komen. Misschien. Als je op tab drukt, kun je het zien. Oh, ja. Moeten wij hier niet zo een keer de station verlaten? Oh. Ja. Ik zeg nu. Ik wil nog heel even hangen, ik ga nu. We hebben nog genoeg tijd om erheen te rennen. Inderdaad. Wat is dit nou eigenlijk voor wapen? Oh, gewoon een wapen. Ja, wat is dit voor wapen? Ja, gewoon een wapen. Ja, lekker specifiek. Echt, hè? Lekker duidelijk. Kun je veel mee. Het enige wat ik niet heb is een sniper, maar... Ja, ga maar niet lopen beschieten, jongen. Nee, ik ga je lopen beschieten. Wat een hit. Teammate.
Dat is een enemy. Enemy inbound. Zo, dit was al wat damage, zag je dat? Ja. Je had daar volgens mij niet verwacht. Nee, denk het nog niet. Nog een enemy. Ja, ik hoor hem, ja. Misschien is dat hetzelfde. Ik ben alleen niet dicht bij jou. Volgens mij was het ook dezelfde. Maar ja. Oh, je hebt hem. Uiteraard. Nou, ik vlieg maar. Probeer iets. Dat had ik geweest kunnen zijn. Omdat ik wel even mijn glider gebruikte. Alleen, ik kan nu niet vliegen, dat is het hele probleem. Ja, ik heb daarom nog die glider. Ja, die heb ik dus niet. Die gooi ik altijd gewoon meteen weg, want ik vind die zo nutteloos. Want A, nee, de 10 keer sta ik toch op de grond, en B... Als ik dit ver weg van de storm af ben, ga ik toch wel dood. Inderdaad. Kijk, zit nog ergens enemies? Ja. Kut. Eentje bij jou. Ja, ik zie hem. Oh, wie is meer naar achter? Wie is daarachter? Een collega kan over snipen. Oh, dat is een teammate. Ik stond eigenlijk ook geaimd op die plek. Dat ging niet zo goed als verwacht. Is het gezellig daarboven? Heel gezellig. Nee, maar ik was zo'n ammo box voor krijgen, maar ik zag de andere mensen, dus ik dacht van, oh, als ik uit de lucht kom, dan knal ik ze even neer. Maar toen had iemand me anders al gezien. En die shotgun me gelijk in het gezicht, waar ik dood ga. Storm in a bottle. Oh, dat leuke ding. Die heb ik wat meer aan. Ik ga wel eens even wat materialen verzamelen, want ik heb eigenlijk heel weinig. Nou ja, ik heb toch zat, want ik bouw toch bijna niet. Nou ja, soms vind ik het wel handig om even te bouwen. Voornamelijk als mensen van die gigantische bunkers bouwen. Van die structures die uit de grond komen. Nou, je weet maar nooit, hè. Is er misschien nog... Ja, hier zit een goud. Niks interessants, leuk. Hé, hey, er komt een keer een snowboard nog naar beneden gezet. Leuk. Nog een loot chest. Dit huis is helemaal plat. Wou weer nou een lolly? Ja, graag. En een sticker? Ja, graag. Mag niet. Oh. Oké, dat is nog best wel een snel schietend wapen. Maar dat is bij voorbaat niet altijd goed. Nee, bij voorbaat niet altijd. Nee. Ik zie Ellenpox in de buurt. I do not know. Hey, hier de solar panels. Voor die challenge, volgens mij. Oké, dan gaan we dus even kijken. Ik zie een enemy. Nou, niet zoveel interessants, want het zijn een aantal combat shotguns die ik al heb. Dat was completely useless. Top. Daar doen we het voor. Toppie joppie. Saus. Dit is een grenade launcher. Ik hoorde iets. Een chest. Ik heb toch liever deze. Kan ik vaak mee sprayen. Hé, hey, kissie. Daar zit een assault rifle in.
Je hebt ook een leuk kistje dus. Nou, ik had al zo drijven. Dus in zo'n situatie als deze. Nee. Oeh, een infantry rifle. Dat is zo'n gouden infantry rifle. Hallo. En een bok. Oh, je hebt echt ziek harde damage van mij. Dat is een wc met een revolver erin. Een wc met een revolver, wat? Ja, staat serieus een wc bij je... Nee, een revolver staat bij een wc. Wow. Nee, daar gaan we eens even niet toe. We gaan niet op mijn lopen. Dat was Derek. Als ik het gewaardeerd had, dan ja. Dan gaan we zeggen, kom maar met die kogels. Ik heb mezelf klem gezet. Leuk. Oh nee, niet van de berg af flikker. Ik weet, deze berg is ijzig, maar dat betekent niet dat je er gelijk van af moet glijden. Een hele annoying enemy. Maar ja, dat doet er niet toe. Hij is dood. Of het is dood. Wat is dit dan nu, Bart? Oh, dat is een van een schip. Oh god. Script? Nee, een schip op een berg. Ik weet niet wat het is. De Titanic. Niet zo'n schip. Het is wel een schip. Wat op een berg is gevaren. Ja. Er zit een goud kistje op. Tactical submachine gun. Beter dan die. En het is eigenlijk misschien hetzelfde. Dat kan, een hè? Pijl? Oké, waarom staat hier op het schip een pijl met 130 meter naar één kant op? Loop die kant dat maar is... eens op. Misschien ligt er nog wat. Nou, ik denk het niet, want dat is buiten de storm. Het kan een stille hint zijn. Ik denk het wel. Oh, hallo. Deze hoor ik. Trrrr. En dat... Enemy is dood. Enemy is... Fresh air. Only a little bit cold here. Ah! Goed voor je. To become sick... En doe hol in haat voor. Zoiets. Precies. Ja, is wel goed voor je. Hey, niet bij lopen schieten. Ik met ga niet shotgun. Hier naar beneden donderen. Nee, die. Ja, goed zo. Thanks. Nou. Waar ben je eigenlijk? Ik was op een berg. Met de nadruk op was. Een death trap. Ik heb al die moeite gedaan om dood te gaan door een death trap. Hallo. Jesus. Eliminations with the daily weapon with a soort drum SMG of zo. Killen. Hoppa, ook iemand gekilled. Let's go to the ship. God. Sommige mensen die bouwen als echt... Alsof het uit de grond komt. Jongen. Wat is dat voor die vieze naaistreek? Mij van achter lopen beschieten met een shotgun. Vinden sommige mensen leuk. Dat is een hobby. Niet. Waar zit hij dan? Daar. Twee man. Hey, ga maar herladen. Goed zo. Thanks, teammate. Oh mijn god, dit wapen is echt gewoon beest. Jemig, ik schiet mensen overhoop als het diep is. Dat wapen dan? Dat wapen, wat je niet gebruikt? Nou. Die is best wel... Die schiet best wel heel snel, maar die hoeft niet echt heel sterk te zijn. Hoeft niet veel damage. SMG.
Weet ik. Maar zolang je me alles raak schiet, is het niet heel van de hand. Inderdaad, en dat doe ik ook. Continu overal plopping met iedereen. Want ik heb onder alles wel 9 kills. Dankzij die lekkere SMG. SMG. Jongen. Wat zeg ik? SMG. SMG, jongen. Nee. Oh. Fort Durp wordt ook weer gebouwd. Zo te zien bij het schip. Fort Durp? Ja. Wat is een Fort Durp? Nou, Fort Durp is de naam hoe je dit fort noemt. Omdat er gewoon continu gebouwd is op verschillende manieren. Ik weet niet meer wat, wat de logica ervan is. De hele logica is er vanaf, volgens mij. Dus ik ben onderhands bij het punt gekomen. Ja, dit is Fort Durp. Niet Fort Vaco Naka? Nee. Ik zocht iets in deze termen van deze gebied. Gewoon random woorden achter elkaar, random letters. Vaco Naka. Zo zou YouTube kanaal maar heten. Ik zou zomaar iets zeggen tegen iemand. Schiet hem dood. Shoot him down! Nee, het is wel wat ik doe. Ik schiet wel iemand helemaal op het hoofd. Got him. 10 kills. Ah, jezus. 7. We hebben wel bijna gewonnen. Maar ook bijna verloren. Ja, een beetje... close. Beetje te close to my liking. Idem. Dus even niet doodgaan. Als je doodgaat, dan maak ik je nog harder. Als het dreigen bent, dan bedreigen bent. Zeg maar. Nou ja, dat doen we laatst denken aan een groepsles. Hey, gewonnen. Hey, Victory Royale. Dat was een close match. 7 kills. 10 kills. Maar laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg.